Stunde null, oftewel uur nul, is een Duitse term die staat voor de Duitse overgave in de Tweede Wereldoorlog. 8 mei 1945 komt er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Europa. En daarmee komt er ook een einde aan het eerste gedeelte van deze historische context. Dan komen ze dus in het tweede gedeelte terecht met de nieuwe vraag erbij die hier in het blauwe blok staat. En uh, ja, daar hoort de Koude Oorlog dus bij. Die speelt er een heel belangrijke rol in. En met name dat kenmerkenaspect wordt er hier dus ook even uitgepakt. Maar goed... Eerst even terug naar die Tweede Wereldoorlog, want die kun je eigenlijk in twee delen opknippen. Het eerste deel is uh, het deel tot 1942, hè, vanaf de Duitse inval uh, van Polen, waarbij Duitsland grote gebieden verovert in Europa. En uh, waarbij uh, de Sovjet-Unie en de Westerse geallieerden uiteindelijk een harde strijd met die Duitsers aangaan. En uh, in het begin zijn dat uh, met name de Russen, de Sovjet-Unie, die dat doen. Die had in eerste instantie dat Molotov-Ribbentrop-pact afgesproken met Hitler, hè, dat niet-aanvalsverdrag. Maar nadat Hitler toch de Sovjet-Unie binnenvalt in 1941, zie je dat er een oostfront ontstaat waarbij uh, de Sovjet-Unie langzamerhand uh, de Duitsers gaat proberen terug te dringen. En het keerpunt erbij is de slag om Stalingrad, hè, wat we hier in de cirkel zien. Uh, dat is eigenlijk het, het begin van het einde, zou je kunnen zeggen, voor de Duitsers. Vanaf dat moment worden ze alleen maar verder teruggedrongen. En dat zie je dus ook heel goed op deze kaart terug. Die rode lijnen op de kaart geven eigenlijk aan waar het front ligt op een bepaald moment. En dan zie je dus dat Duitsland steeds meer wordt teruggedrongen. Er zal in juni 1944 ook nog een westelijk front bij geopend worden, waar de Britten en Amerikanen met name zullen strijden. En dat begint allemaal met D-Day, de landing op de stranden van Normandië. En ook vanuit het zuiden worden de Duitsers teruggedrongen. En uiteindelijk leidt dat dus tot uh, 8 mei 1945, toen de nul de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland. Ja, en je ziet hier al op die foto's, Duitsland ligt op dat moment echt in puin. Hoe moet het nu verder? Want de gevolgen voor Duitsland zijn heel erg groot. Ten eerste ligt het land op politiek gebied, op economisch gebied, uh, maar ook op sociaal en op, op moreel gebied eigenlijk gewoon helemaal in puin. Het is echt helemaal verstoord. En daarnaast zien we ook dat Duitsland uh, gebieden af moet staan aan Polen en aan de Sovjet-Unie. En dat leidt ertoe dat miljoenen Duitsers die in die gebieden wonen... dat die, dat die weer gaan vertrekken naar uh, wat er overblijft van Duitsland. En ja, die personen noemen we ook wel heimatsvertriebenen. Ze worden uit hun heimat, uit hun thuisgebied, worden ze eigenlijk verdreven. In totaal gaat het om zo'n 12 miljoen mensen. Daarnaast komen er ook soldaten terug die in uh, de, de oorlog hebben gevochten. komen allerlei slachtoffers van de nazi's. Hè, de joden die bijvoorbeeld vertrokken zijn of die in de kampen gezeten hebben... die, die, die keren weer terug... Dus Duitsland krijgt nogal wat voor zijn kiezen. Ondertussen is het land volgens afspraak door de geallieerden ook verdeeld in, uh, in vier bezettingszones. He, dat, uh, er waren verschillende conferenties geweest al tijdens de Tweede Wereldoorlog waarop de leiders van uh, de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, uh, bij elkaar kwamen om te kijken van oké, okay, hoe moet het nu verder met Duitsland als straks de oorlog voorbij is? En ja, ze spraken dus af om Duitsland in vier bezettingszones te verdelen. En er werd Frankrijk voor de balans ook nog bij, bij gevraagd. En dat zorgde ervoor dat uh, ze allemaal de controle krijgen over een deel van Duitsland. En dat de hoofdstad van Duitsland, Berlijn, wat dus in het Russische uh, gedeelte lag, dat die ook in vieren werd gedeeld. En dan krijg je dus dit soort borden. Hè. You are now leaving the British sector, you are now leaving the American sector. Dat soort zaken. Nou, waarom waren het bezettingszones? Nou, heel eerlijk, eigenlijk durfde geen van de geallieerden het aan om zijn soldaten weer weg te halen uit Duitsland. Omdat ze bang waren dat de ander dan het land in zou nemen. Hè? Dus we zitten hier aan het begin van de Koude Oorlog. De Amerikanen waren heel erg bang dat de Russen heel Duitsland in zouden nemen. En zouden blijvend zouden bezetten. Misschien wel of in ieder geval communistisch willen maken. En andersom waren de Russen ook bang dat als zij weg zouden trekken. Dat de Amerikanen het helemaal bij het, het kapitalistische westen zouden willen trekken. Dus die bezettingszones die zijn eigenlijk voor een deel ook ingegeven vanuit uh, angst voor de ander. Maar ze moeten wel samenwerken en daarom besluiten ze dus ook dat uh, die bezettingszones uh, samen één economische eenheid vormen. Het zou niet opschieten voor de opbouw van Duitsland als dat allemaal uh, verschillende economieën zouden zijn. Als de, de, de Russische zone bijvoorbeeld communistisch uh, zou zijn en de andere zones niet. Maar goed, daarmee is het wederzijdse wantrouwen tussen uh, de Sovjet-Unie aan de ene kant, de Verenigde Staten en haar bondgenoten aan de andere kant nog niet weggenomen. En dat wantrouwen, dat is eigenlijk ook de voedingsbodem voor de Koude Oorlog, die uh, voor Duitsland hele grote gevolgen zal hebben.